Ik heb het 12 jaar met veel enthousiasme gedaan. Ik heb een jaar geleden heb ik aangegeven dat het toch tijd wordt dat er een nieuwe generatie gaat opstaan en daarmee aan de slag moet gaan. En helaas is dat dus niet gelukt. En is er geen opvolging. Wat doet een wijkplatform eigenlijk? Een wijkplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Wat voor onderwerpen bespreekt het een wijkplatform? Onder andere de rotonde die hier op de Van der Hooplaan is gemaakt. Daar zijn we 10 jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk heeft wethouder Levy het opgepakt en is de rotonde er gekomen. We hebben de Willem Boetlaan, daar is een nieuw gebouw neergezet. Is ook met tussenkomst van het wijkplatform is dat een heel snelle besluitvorming geweest. We zijn op de Lindenlaan zijn we bezig. Met dat gebouw zijn we ook nauw bij betrokken geweest. We zijn nu met de buurtkamer. De buurtkamer die u hier achter ziet, die wordt uiteindelijk gesloopt. Hoogstwaarschijnlijk dit jaar. En we gaan ons uiterste best doen. En zijn al in onderhandeling met Eigen Haard dat het in het MOC opnieuw een buurtkamer neergezet kan worden. Waarom is het zo moeilijk, denkt u, om nieuwe bestuursleden te vinden voor het wijkplatform? Er worden te veel eisen, denk ik, op dit moment op voorhand al aan vrijwilligers gesteld. In zijn algemeenheid, dus vanuit Den Haag en vanuit Den Haag de gemeente. En dan heeft men toch wel zoiets van, ik moet toch wel erg veel doen. En de nieuwe generatie vrijwilligers wil wel ad hoc dingen doen. Maar niet een bestuurstaak dat je zegt van, wat moet ik veel doen?